Kuipers, jij staat vandaag op het Young Talents Festival. Hoe vond je dat? Ja, superleuk om te doen. Ik vind het echt... inspireert mij weer om ook van jonge koks... De jonge koks die iets van mij willen leren en naar mij willen luisteren, dat ik mijn verhaal mag doen, dat geeft mij wel energie. Ja. Wat heb je precies gemaakt vandaag? Ik heb eigenlijk drie dingetjes. Een langoustine in kombucha. Daar heb ik het hele verhaal van verteld. Hoe wij het doen, waarom wij het doen, wat het is. Helbertvlerk in koolstof vergiste groentes. Ook helemaal uitgelegd. En een sinaasappel die we indrogen in de oven. Wat waren de reacties van de koks in de zaal? Nou, ik heb heel veel positieve reacties gehad. Dus ik denk dat het goed is. Voor mijn gevoel ging het echt super. De mensen hadden ook hele goede vragen. Dingen die ze heel veel interactie met het publiek. Dus dat vond ik echt superleuk. De kenmerken van onze keuken zijn maar dat het erg heel puur is. Weet je, veel groentesappen gebruiken. Dat je ook veel incoherente delen gebruikt. Zoals die helbot, de zwemvin van de helbot. Weet je, normaal gesproken doen mensen daar niks mee. Maar het is voor mij een van de lekkerste delen. Ook de wangen, de tongen van het dier gebruiken. Ook van de vissen. Ik vind zeg maar dat wij onze kennis met z'n allen moeten delen. Want daar wordt iedereen beter van. En zo zorg je ook dat het beter ontwikkeld gaat worden. En dat de jonge koks ook inspiratie krijgen om daarmee bezig aan de slag te gaan. En ook zich eigen proberen de lat voor hunzelf steeds hoger te leggen. En dat het niveau in Nederland gewoon omhoog gaat. Ja. En dat je over 10 of 15 jaar kan zeggen, die jongen komt bij mij uit de keuken. En weet je, moet je kijken wat er van geworden is.